De Nederlandse schaatsers hebben zaterdag bij de wereldbeker in Kogery goede zaken gedaan voor Olympische kwalificatie door de ploeg achtervolging te winnen. De vrouwen kenden juist een heel slechte dag door een val. Sven Kramer, Jan blok en Koen Verweij kwamen op de Olympiek of tot een bijrecord van 3.36,11. De Oranje ploeg bleef een halve seconde boven zijn eigen wereldrecord uit 2013, 3.35,60. En is door de tweede tijd ook praktisch zeker van de Spelen van volgend jaar februari. Japan. 3.38,65 eindigde op ruim 2 seconden of tweede, terwijl het bron naar Noorwegen ging in 3.38,94. Nederland had een goed resultaat hard nodig in verband met de Olympische kwalificatie. Het startbewijs voor Pyeongjan 2018 kwam onder druk dan door de blamierende tiende plek bij de eerste wereldbeker in Herenveen, gastland Zuid-Korea. De snelste twee ploegen en de eerste vijf in het geschroonde klassement na drie wereldbeker Manschus verdienen een Olympisch ticket. Bondscoach Geert Kuiper greep daarom in Canada terug op het top -trio Kramer, Blokhuisen en Verwij. Het was de eerste keer sinds de Gouden Olympische race in 2014 in Sochi dat deze drie schaatsers samen op het ijs kwamen op de teampeurs uit. Volgend weekend is in Salt Lake City de vierde World Cup van dit seizoen en dan staat ook nog een teampeurs uit op het programma. Maar Nederland is door de tijd van zaterdag zo goed als zeker van een Olympisch ticket. Vrouwen bij de vrouwen zette het oranje trio door een val van Lotte van Beek geen tijd neer. De Olympisch kampioenen van 2014 op dit onderdeel, die haar eerste teampurs uitreed sinds 16 maart 2014, ging bij het ingaan van de laatste ronde onderuit. Waardoor Nederland kansloos was voor een goede tijd. Ik zakte er gewoon doorheen. Verzuchtend balende van Beek na de race bij de Noos. Ik weet niet of het vermoeidheid was. Dit was natuurlijk niet wat ik wilde. Ik denk aan een heleboel woorden die ik niet op tv kan zeggen. Het was 100% mijn eigen schuld. De ploeg van Ponscoach Kuiper bestond verder uit Marit Leestra en Antoinette Jong. Irene Wüst had zich afgemeld, terwijl Ter Termors in Nederland is. De zege in de Olympiek overal ging afgetekend naar Japan. Het team van de Nederlandse coach Johan de Wit, Mio Takagi, Nana Takagi en Ayaka Kugi. Wonnen in een nieuw wereldrecord, 2.53,88. De vorige taptijd, 2.55,77, zette Japan drie weken geleden neer in Tialf. Duitsland, met Claudia Perstein, pakte zilver in 2.56,76 en Canada, 2.56,80, brons. Omdat de Nederlandse ploeg niet finiste, kreeg het team geen punten voor het wereldbekerklassement. De oranje formatie, die in Heerenveen tweede werd achter Japan, staat daardoor nu slechts 7 met 80 punten. Nummer 5 China heeft 95 punten. Ook hier gaan gastland Zuid-Korea, de snelste twee ploegen en de eerste vijf in het geschoonde klassement naar de Spelen. De Jong en Wu zijn niet van plan om naar Salt Lake City af te reizen, omdat die wedstrijden niet passen in hun programma richting het Olympisch kwalificatietoernooi van eind december.